komt die voorliefde voor jou voor platen en de platenmuziek vandaan? Nou, muziek is al mijn hele leven mijn grote liefde, hè, mijn passie. Ik hou van weinig dingen meer dan muziek, hè, vrouwen en kinderen, maar voor de rest weinig. En als je daar dan vervolgens je werk van gaat maken, hè, want daar zijn we mee bezig, ja, dan is dat natuurlijk het leukste wat er is. En er is niks moois dan vinyl en muziek, platen. En dat is de grootste kunstvorm die er is, naar mijn mening. Kan je vertellen wat hier zoal staat? Nou, ik heb natuurlijk een heleboel gangbaar werk. He, er zit wel Beatles en Stones. En we zijn nog steeds volop bezig met het inrichten en prijzen van alle dingen. Dus we zijn ook nog niet helemaal klaar. Pink Floyd en Genesis en gewone dingen. Maar we hebben ook veel meer obscure muziek, zoals oude soul en funk en jazz en blues. En dingen die je niet overal makkelijk vindt. Zo hebben we ook een hele selectie aan singles, 45 toerenplaten. Een hele grote collectie reggae en zeldzame soul singles. Amerikaanse soul singles uit de jaren 60, 70. Maar ook rock and roll en blues, rockabilly, surfmuziek. Garage rock, garage punk. Dingen die je eigenlijk niet snel vindt. Bij veel platenwinkels heb je toch wat meer gangbare spul. En wij hebben toch veel obscuriteiten. En dan ook nog vaak de originele persingen. Dus dat is iets waar ik me een beetje op concentreer. Naast alle gewone muziek. We hebben ook Madonna staan. En we hebben ook wel gewoon populaire hits. Dus voor iedereen is er wat te vinden. Ik doe dan de boekhouding en wat er dan online verkocht wordt, hè, dat doen we dus al een paar jaar. Dat moet ik allemaal bijhouden, wat er verkocht wordt. Via PayPal wordt er vaak betaald, als er wereldwijd wordt betaald. Dat moet ik allemaal bijhouden. Ook de inkoop hou ik allemaal bij. Ik doe de overboekingen, al dat soort dingen. René is echt, hij heeft echt verstand van al die muziek en al die platen. Ik heb daar allemaal geen verstand van. Maar zodra hij iets gaat inkopen, nou, dan maak ik dat geld over, hou ik het allemaal netjes bij. Op dit moment kun je helaas alleen nog met cash betalen. Ik ben bezig dat het ook met een tikkie kan of met zo'n bankieren-app. Dat moet binnenkort wel mogelijk zijn. En voor de rest kijken we even ook hoe het loopt en hoe het gaat. Want het is natuurlijk nog wel een dure aangelegenheid, zo'n pinautomaat. Waar haal jij zelf die platen en die, ja, waar haal je ze vandaan in die singles? Nou, over de hele wereld. Hè. Ik verkoop van oude 78 toerenplaten uit de jaren 20 tot de nieuwste heruitgaves en releases. Vaak ook van oude muziek. Die tover ik van over de hele wereld vandaan. Van oude platen uit het Midden-Oosten, bij wijze van spreken, tot Amerika en het Zuiden en... Maar het kan ook gewoon hier rond de hoek en ergens in een dorpje kan ik een paar platen tegenkomen. Je kan ze eigenlijk overal vandaan halen als het maar interessant en een beetje uniek en obscuur is. Dan vind ik het al snel de moeite waard.